We zijn hier vandaag bij Work Open Tilte, locatie Lelystad. De locatie waar ook de boerderij van de toekomst, Field Lab, ligt. En we zijn hier nu bij de spuit van boerderij van de toekomst. Die is omgebouwd. Er is een PWM-systeem van Bibi Leap opgekomen. Afgelopen week opgebouwd door Huizing Harvest. En vandaag gaan we even kijken of het systeem inderdaad werkt. Voordeel van het PWM-afgiftesysteem, zoals de Bibi Leap Box, is dat de afgifte niet meer geregeld wordt door de druk te veranderen. En dat gaat dan dus over de hele boom. Maar doordat het klepje korter en langer open is, dat betekent eigenlijk dat je de druk kan gebruiken om je spuitbeeld te bepalen, je druppelgrootte. En dan krijg je dus twee parameters om mee te spelen. Dus de afgifte en de druppelgrootte. Andere voordeel van het PWM-systeem is dat je dus per dop regelt. Dus dat betekent eigenlijk ook als je een bocht maakt, dat ook geregeld kan worden dat in de buitenbocht meer afgegeven wordt. En je dus dezelfde dosering houdt in de buitenbocht als in de binnenbocht. En als je taakkaartjes gaat gebruiken, kun je ook taakkaartjes eigenlijk op dopniveau uit gaan voeren. Naast dat we op deze spuit het PWM-systeem hebben opgebouwd, hebben we ook een camerasysteem van Augmenta op deze trekker gezet. De camera die zit hier voor op de cabinerand. Die kijkt over de hele werkbreedte van de spuit. Uiteindelijk tot 40 meter kunnen ze kijken. En die kan dus eigenlijk live zien wat er is. En die kan live een dosering doorsturen naar de spuit. Zodat ook daar weer per dop plexgewijs gevarieerd kan gaan worden. De spuittechniek werkt. Zijn we even bezig om de Augmenta-camera ook goed te laten praten met de spuit. Dat gaan we dit najaar nog doen. En volgend jaar gaan we dan zowel Boerderij van de Toekomst, maar ook bij de groep boeren van de NPPL Flevoland, gaan we deze spuit inzetten om te demonstreren, te testen, te ontdekken wat er allemaal mogelijk is met deze techniek.